Hey, ik ben Thierry van BC Signature en dit is de top 5 van de meest bekeken Raps of the Week video's. Uiteraard gebeuren er in de Raps of the Week een heleboel meer dingen dan enkel in een auto rappen, want dat is altijd een overzicht van de boeiende dingen die heel die week in onze shop hebben plaatsgenomen en op de events die we bezocht hebben. Dus uiteraard zijn jullie razend benieuwd naar wat er op nummer 1 komt. Maar we gaan uiteraard starten met nummer 5. En nummer 5 heeft de meest populaire auto in het rap gegeven dit jaar. En dat is de volledige rap van een Porsche Taycan. Binnen en buitenkant. Die Taycan is binnengekomen als een zilveren. En we hebben die volledig gedemonteerd. Het koetswerk althans. Hebben we er volledig afgehaald. De deuren eruit, koffer eruit enzovoort. Om de binnen- en buitenkant volledig te voorzien van glanzend zwart metallic folie. En dat was de vijfde meest bekeken video in onze categorie Raps of the Week van 2020. Op nummer 4 in de meest bekeken Raps of the Week video's. Was ook een van de meest speciale projecten die we dit jaar hebben mogen uitvoeren. Van ook een heel speciale persoon. En heel toepasselijk ziet die auto eruit alsof dat hem van de achterzijde van cd-schijfjes gemaakt is. En dat is de Suzuki Rap voor DJ Daddy. Oké, een project dat we samen met Suzuki Belgium hebben mogen uitvoeren. En een auto is zo'n blikvanger dat hem het online ook ongelooflijk goed doet. Staat ook in onze top 5 van de meest bekeken color change video's. Maar ook de week video waarin dat project gerapt is, staat op nummer 4 van onze top 5 van 2020. En een tweede keer een podiumplek voor deze project, althans deze week, is een van de allereerste Raps of the Week van dit jaar. Dat is de week van de Volkswagen Polo in Energetic Yellow van Avery. Was de verdiende nummer 1 in onze categorie Color Change en is de derde meest bekeken Raps of the Week video op ons YouTube kanaal. Nummer 2 van de meest bekeken Raps of the Week video's is zeker een verdiende podiumplaats, want dat was een zeer, zeer drukke week. We starten die week met de Chrome Wrap op de Mazda CX-5 van Lieselot LCPD, een uitzonderlijke fotografe van paarden en honden. Was ook een supermooie wrap met een volledig design geprint op Rose Chrome Gold.
uitzonderlijke rap en dus een verdiende tweede plaats. Maar die week worden ook maar liefst 3 Taycans gerapt met X-Spell Ultimate Plus Folie. Dus die week was super, super busy. En vandaar ook een verdiende tweede plaats in onze Raps of the Week top 5. En dan nummer 1 staat ook al in onze top 5 van de meest bekeken PPF raps. Is de week waarin we 2 Polestar 2's rappen. De ene in X-Spell Ultimate Stealth rap. En de andere in Satin Silky Charcoal van Avery. Beide bangers kwamen zwart binnen, maar ze hebben een totaal andere look buiten gegaan. De ene in satijn grijs metallic en de andere met een X-Spell mat zwarte look en satijn in de X-Spell Stealth. Dus een verdiende eerste plaats voor zelfs een wagen die in sommige, op sommige websites auto van het jaar uitgesproken is. En het maakt de volledige elektrificering van onze markt absoluut waar. We hebben de Taycan en Polestar en Tesla's die toch wel bijna wekelijks in ons atelier staan. Dus een verdiende plaats voor deze 2 prachtige Polestar 2's in onze top 5 van de Raps of the Week video's. En uiteraard brengen we u volgend jaar minstens 52 nieuwe Raps of the Week video's. Dus abonneer je zeker op ons YouTube kanaal en tot volgend jaar.